Goedendag. Wat een heel koude start van de dag leverde her en er wat mistbanken op. En in het noordoosten van het land, in Eeldoen precies te zijn, daalde de temperatuur naar min 4,5 graad. En op 26 april is het daar in meer dan 100 jaar tijd niet zo koud geweest. Dus dat zegt wel wat. Nou, we zien ook op de satellietfoto weinig bewolking en daardoor kon het zo flink afkoelen onder die heldere hemel. Wat stapelwolken in het uiterste noordwesten van het land breiden zich in de loop van de middag nog wat uit. Maar met name in het midden en zuiden van het land blijft het de rest van de dag gewoon flink zonnig. Temperaturen daardoor een stuk hoger dan de afgelopen dagen: zo'n 15 graden in het zuiden van het land. Ja, langs de noordkust is het wel iets koeler met 10 tot 12 graden. Heel veel wind is er niet. Vanavond en vannacht is het opnieuw helder. Er komen wat wolkensluiers voor, maar die zijn vrij dun en op meerdere plaatsen in het binnenland vriest het dan opnieuw licht. En lokaal zou ook een mistbank kunnen ontstaan. Aan zee en onder bewolking, onder wat dikkere bewolking, moet ik zeggen, is het net even wat minder koud met temperaturen ruim boven nul. Morgen overdag hetzelfde als vandaag, de meeste bewolking langs de Noordkust, wat stapelwolken, wat hoge wolken, maar de zon heeft er ook eigenlijk over het algemeen vrij weinig moeite mee. Ja, en dan de rest van het land op Koningsdag veel ruimte voor de zon en misschien dat in het zuiden van het land afgerond 18 graden nog wordt gehaald. Woensdag wordt dan de warmste dag van de week. Met dan in het zuiden van het land op meerdere plaatsen temperaturen van een graad of 18. De nachten worden minder koud. Donderdag en vrijdagsochtend storing voor meer bewolking. Met name donderdag vallen er verspreid toch een aantal buien. Daardoor wordt het ook wat kouder. De dagen daarna blijft het vrij koud overdag. Maar de koude nachten, die raken we kwijt. Ik wens u verder nog een fijne dag.